Welkom in de lesvideo die gaat over het klassificeren van minerale of anorganische verbindingen. Wat moet je kennen en kunnen van dit deel? We verwachten van je dat je de vier minerale stofklassen kan herkennen. De tweede doelstelling is dat je de algemene bruto formule van iedere stofklasse kent. Uit de proefjes die we hebben voorgedaan in de klas, hebben we kunnen waarnemen dat niet alle stoffen op dezelfde manier zullen reageren met rode koolsap. Er waren stoffen die eerder fuchsia kleurden, of paars, of groen. Wat de oorzaak hiervan is, dat zullen we zo dadelijk bekijken. Deze dia zien jullie een beperkt aantal minerale verbindingen die worden voorgesteld door een bruto formule. Op basis van deze bruto formule zullen we later in staat zijn om deze moleculen te verdelen of klassificeren in vier groepen of stofklassen. De eerste groep zijn deze. Deze moleculen zijn opgebouwd uit slechts twee atoomsoorten. En we zien dat iedere formule eindigt op het element zuurstof. Bij de tweede groep merken we dat de formules eindigen op de elementen OH. De derde groep, hier beginnen de bruto formules allen met het element waterstof. Daarnaast zien we ook dat deze moleculen kunnen opgebouwd zijn uit twee of drie atoomsoorten. En dan hebben we de laatste groep. Bij deze groep zien we echter geen kenmerkend element voor de bruto formules. We merken wel op dat deze moleculen kunnen opgebouwd zijn uit twee of drie atoomsoorten. We gaan verder met de klassificatie van onze minerale verbindingen in onze vier stofklassen. De eerste stofklassen waren deze bruto formules. Wat hebben deze formules nu allemaal met elkaar gemeen? Ten eerste, ze zijn opgebouwd uit twee atoomsoorten. Een tweede kenmerk is dat al deze bruto formules eindigen op het element zuurstof. Het is dan ook dit zuurstofatoom dat kenmerkend zal zijn voor deze moleculen om tot een bepaalde stofklasse te behoren. Deze stofklasse noemen we de oxide. Verder zien we dat we deze oxide allemaal nog kunnen opsplitsen in twee aparte groepen. We zien in de eerste groep oxiden waarvan het eerste atoom een metaal is. Deze stoffen behoren dan ook tot de metaaloxiden. Onze tweede groep, daar beginnen de bruto formules allen met een niet-metaal. Vandaar dat deze dan ook behoren tot de niet-metaaloxiden. Oxides zijn dus onze eerste stofklassen. De tweede stofklasse, dat waren deze bruto formules, misschien iets gemakkelijker om te herkennen, die eindigen allemaal op een OH-groep. Die OH-groep kan één of meerdere keren voorkomen. Deze stoffen beginnen allemaal met een metaal, met uitzondering van ons laatste voorbeeld NH4OH. Onze ammoniakoplossing. Dit is een uitzondering. Deze stofklassen noemen we de hydroxide, ook wel basen genoemd. De algemene bruto formule van deze hydroxide of basen schrijven we dan ook als M van metaal, met daarachter de kenmerkende groep, de OH-groep, onze hydroxide groep. Dan komen we tot de derde stofklassen.
Het waren deze bruto formules. Wat is hier gemeenschappelijk aan deze bruto formules? Wel, deze bruto formules beginnen allemaal met het element waterstof. Wanneer een bruto formule begint met het element waterstof, dan behoren deze stof tot de zuren. Ook hier zien we dat we onze zuren nog verder opsplitsen in twee groepen. Daar gaan we later dieper op ingaan. De algemene bruto formule van zuren stellen we dan ook voor als een H, wat de kenmerkende groep is, gevolgd door een Z. Die Z stelt eigenlijk het zuurrest voor. Dus laten we de waterstofatomen weg. Wat er dan overblijft in onze bruto formule, dat noemen we het zuurrest. Dan komen we tot de laatste groep. En wat zien we bij deze bruto formules? We vinden echter geen gemeenschappelijk kenmerk. Wanneer er geen gemeenschappelijk kenmerk is, behoren deze stoffen tot de zouten. Wat merken we wel op? Ten eerste, onze zouten beginnen allen met een metaal. Gevolgd door weer dat zuurrest dat we zojuist bij de zuren tegenkwamen. De algemene bruto formule van zouten wordt dan ook voorgesteld door de M van metaal, gevolgd door de Z van zuurrest. We zetten de vier anorganische stofklassen nog even op een rij met hun algemene bruto formule. De eerste stofklassen waren de oxide, die dat we verder konden opsplitsen in metaaloxide en niet-metaaloxide. Onze oxide herkennen we omdat ze zijn opgebouwd uit slechts twee atoomsoorten en ze eindigen steeds met het element zuurstof. Het zijn die zuurstofatomen dan ook dat de kenmerkende of functionele groep is van de oxide. De tweede stofklasse is de hydroxide. Onze hydroxide beginnen steeds met een metaal, gevolgd door de hydroxidegroep, ook wel de OH-groep genoemd. Het is deze OH-groep dat de functionele groep is van de hydroxide. Ten derde hebben we de zuren. Onze zuren begonnen steeds met het element waterstof, gevolgd door een zuurrest. En dan hebben we tenslotte de zouten. De zouten hebben geen functionele groep. Ze beginnen wel allemaal met een metaal, gevolgd door het zuurrest. Maar de zouten hebben dus geen functionele groep. Het is dus de aanwezigheid van een functionele groep dat ervoor zal zorgen hoe ze zich in een chemische reactie zullen gaan gedragen.